YouTube. Vandaag gaan we niet iets creatiefs doen hier in de studio. Vandaag gaan we jullie meenemen. Wij gaan namelijk een weekendje weg naar een heel leuk huisje. En ik had jullie net op Instagram gevraagd of jullie het leuk vonden om met ons mee te gaan. 100%. Ik vraag net of mensen het leuk vinden om mee te gaan naar ons vakantiehuisje. 100% zegt ja, nu nog. Ik zie vooral een witte balk, dus we kunnen het niet vertrouwen. Nou, zegt echt ja. Ik dacht dat je vroeg of ze er een vlog van wilden zien. Niet of ze mee wilden. Ja, natuurlijk wil 100% mee naar een vakantiehuisje. Dat is dan nou even iets. Nee, ik had in de tekst dat ik staan als ze er een vlog van wilden zien. Het was uiteindelijk trouwens 99%. Dus die 14 mensen die op nee hadden geklikt, die moeten dan maar niet kijken nu. Volgens mij waren het er 140 of zo. Nee. Maar het is niet. Wel 1%. Die kijkt dan maar niet. Ja. Wij zijn namelijk uitgenodigd door Breebronnen om in hun allernieuwste bosvilla te komen logeren voor een weekendje. Nou, konden we geen nee tegen zeggen. Dus daar gaan we naartoe. En we nemen jullie gezellig met ons mee. Ik heb sinds kort een Xbox. Maar die gaat natuurlijk wel mee. Yay! Daar gaan we dan! Waar gaan we naartoe dan? Iedereen heeft echt super zin. Yeah. En ze komen net terug. Ja, ze komen net terug van schoolreizen. Ze hebben net 2 uur in de bus gezeten. Moeten ze weer 2 uur in de bus. Ja, helemaal gaar zoals je kan zien. Sheesh. Ik heb uiteraard weer dorst. Rick wilde alleen even een flesje water halen bij het tankstation. Maar iedereen had zin in Starbucks. Dus nu gaan we naar de Starbucks. Yay! Want deze is zo groot. Volgens mij is deze groter dan normaal. Yeah. That's what she said. Ik ben trouwens wel mijn tas vergeten. Met de schetsboeken erin. En mijn potloden. Zo dom. Ik moest aan 1 tas denken. De rest heb je helemaal ingepakt. En wat zijn we vergeten? Dit is heel leuks bedacht. Om lekker in het huisje te schetsen en te kleuren en te doen. Dat kan niet. Helaas. Niks aan te doen. Ja, en ik had dus iets heel leuks bedacht om in het vakantiehuisje te doen. Om namelijk een tekenchallenge te doen. Maar ja, dat kan dus nu niet. Want mijn schetsboek ligt thuis. En nog belangrijker. Mijn HDMI-kabel zit er nog in. Dat is niet belangrijker. Oh, niet? Nee. Oh. In de auto dadelijk. Oké. Parkeerkaartje. Oké. Informatie op het park. Dat is hier de village. Want welk is het? Het is de Bosvilla 1. Oké. Okay. Precies. Lekker makkelijk. Okay. Voor jullie ook. Ja, wel handig. Precies voor jullie. Oh, lekker hoor. Alsjeblieft. Thank you. De sleutel. Hier, doe jij deze linkjes. Oh ja, natuurlijk. Nou, hou ik wel de koffie van. Dus jullie zitten hier aan deze kant. Ik wil die golfkaart. Wat is er? Geen golfkaartje dit keer. Dit wordt een gezellige avond. Kijk hoe leuk het eruit ziet. Ja, je moet het eigenlijk morgen even zien. Maar dit is gewoon allemaal glas over het water heen. Tekend. Kijk die tv, joh. Holy moly, deze televisie is nog groter dan die we thuis hebben. Oh, mama. Kijk nou toch. Kijk hoe groot die televisie is. Mila, ga er eens naar staan. Die televisie is echt sick. Oh, de behang is echt zo leuk. Oh, dit is echt zo gezellig. Christmas leuk. Ja, het is echt heel schattig. Hey. Ik wil dit thuis ook. Hey. En je hebt ook nog gezellige lampjes hier. Volgens mij hebben jullie onze kussens gereld. Deze kamer is toch ook tof? Kijk, maar jullie hebben gewoon openslaande deuren in je kamer. Maar ik wil die niet open. Ja, die spiegel. Hier moeten jullie slapen. Kijk. Alleen, wat ze gingen er al vanuit dat jullie niet hier gingen slapen. Ja. Kijk maar. Ja, want ze hebben deze bedjes niet tof gemaakt. Ah, ze kennen jullie al langer dan vandaag. Oeh, nog meer koffie. Even kijken hoor. Koffie. Zeepjes. Wc-papier. Met afwasborstel voor als je het net niet lekker schoon krijgt. Kijk, hier was ik naar op zoek. Even ademtjes. Nou, het is gewoon net als thuis. Pakjes legen. We hebben ze niet alles opgegeten. We hebben ze gewoon zo uit school opgepikt en in de auto gesmeerd en hierheen gereden.
Dus ga hier gewoon eerst even nog verder met het dagelijks leven hoor. Goed zo. Nou, zo gezellig. Met lekker chipjes erbij. Ja. Is lekker. Mm-hmm. Als je je afvraagt wat Rick aan het doen is. Rick is al een uur bezig om te kijken hoe hij zijn Xbox aan kan sluiten. Het is toch erg? Dus hij zit nu te zoeken waar dat kabeltje aangesteld kan worden, maar... Ja, ik weet waar die zit. We hebben die kabel niet, want die zit in die tas die ik ben vergeten. Dus we moeten ook nog morgen naar de Mediamarkt om een nieuw kabeltje te halen. Goedemorgen! Goedemorgen! Lekker geslapen? Ja. Ja, ik heb lekkerder geslapen dan thuis. Het ligt zo lekker. Het is nu licht. Ik ga jullie een tour geven. Dus welcome to my crib. Nou, dat is toch leuk? Hier is onze slaapkamer. Hier slapen wij. Met prachtig uitzicht. Ik heb het bed geprobeerd zo mooi mogelijk op te maken. Maar volgens mij lag het ongeveer zo. Ik vind vooral dit behang heel leuk. Schattige lampjes naast het bed. Mooi spiegel hier. Mooie kast. Nee, even serieus. Dit is toch leuk? Dit is toch schattig? Ik heb ook echt heerlijk geslapen in dit bed. Nou, en dan hebben we hier nog zo'nzelfde slaapkamer. Deze vind ik ook echt heel schattig hoor. Zo met die lamp boven dat bed. Dat hebben wij volgens mij niet. Hier slapen dus de kinderen. Die hebben ook zo'n puik. Maar kijk nou, tof. En er is daar een heel gedeelte in aanbouw. Dus daar komen allemaal van dezezelfde soorten villa's. Die worden allemaal bijgebouwd. En ook weer daar zo die lampjes en die details. En dan die dingetjes zo naast het bed. En die spiegel ziet er zo leuk uit. Hier zit de badkamer. Daar hebben we nu al een rotzooi van gemaakt. Lijkt op thuis. Helemaal aan het einde laten deze zien. Dus jullie zien nu allemaal prachtige beelden. Kijk, het is allemaal weer mooi opgeruimd. Maar dat is niet vanaf dit moment. Dat is vanaf het einde. Lang leven de magie van het editen. Nou, er is hier nog een kamer. Hier staat dus gewoon een stapelbed, maar deze kamer gebruiken wij niet. Oh, en hier hebben we trouwens nog een kast. Maar er staat gewoon wasrek en troep en zo. Maar is er ook. Dat zit hier. Oké, maar nu het leukste gedeelte natuurlijk. De wc! Vooral dat matje vind ik echt super schattig. En ook hier heb je weer dat bosthema dat weer allemaal een beetje terugkomt. En allemaal zo in dat zwart en zo. Ik vind het zo'n schattig wc'tje. Oké, nou laat me even. Ja, ik moet even. Ik ben zo terug. Oké, nou, leukste gedeelte. Even serieus. Check deze keuken. Kijk hoe mooi die is. Mijn marmerblad, alles. Nee, deze keuken is toch gaaf? Dit is toch mooi? Daar kan onze keuken thuis nog wat van leren hoor. Met al van die kastjes, wat even duurde voordat ik snapte hoe ze open moesten, maar het is allemaal netjes afgewerkt. Er zit ook een vaatwasser in trouwens, dus je hoeft ook niet af te wassen. Vet luxe. En een koffiezetapparaat, ook vet blij mee. Ik ga nu voelen wat het is. Het is gewoon hout met een leerlaagje erop of zo, denk ik. Het zit er gewoon echt tegen aangeschroefd. Ik vind dit ook zo leuk. Nou, en hier is nog een heel gedeelte waar je lekker kunt eten. Kijk, salami die zit al aan tafel daar zo. En dan de woonkamer, even. Die is echt, hier voel ik me echt helemaal thuis. Oh, lekkere bank. Vet grote televisie. En
dit vind ik nog het leukste van alles. Je hebt hier allemaal van die puien. Dus je hebt wel heel veel inkijk. Daar moet je wel van houden, anders moet je de gordijn dicht doen. Maar je hebt dus heel veel puien, die kunnen allemaal open. En dan heb je dus gewoon uitzicht over dit. Daar zaten we trouwens vorige keer. Daar zitten van die waterloetjes zo over het water. Dus we zijn van tent gepromoveerd naar een luxe bosvilla. Maar hier zit je gewoon overdekt. Dus je kan hier ook lekker zitten als het regent. Hier zit je semi-overdekt. Dus je hebt wel van die balken, maar het is in één keer open. Dus hier regent het wel. En hier heb je ook nog een lekkere eettafel waar je kunt zitten. Maar het is inmiddels natuurlijk alweer bijna herfst. Dus we hebben wel last van een wat blaadjes. En we zitten hier dus gewoon zo tegenover de speeltuin. Dus ze kunnen gewoon lekker daar spelen terwijl wij hier zitten. Ze zijn er nu ook aan het glijden. Lekker voor haar. Dus ik ga haar even wat teerstribbelen. Ja, ik heb haar! Ik vind het wel echt super relaxed dat ze tegenwoordig gewoon zelf kunnen hoor. Dat wij gewoon lekker even wat koffie kunnen drinken samen en dat zij gewoon lekker aan het spelen zijn. Zelfs in de glijbaan. Ik ging vorige keer ook al niet mee hoor, het is veel te koud. Nou, het moment is eindelijk daar hoor. Ik weet niet hoe lang jullie het al vragen. Maar ik ga eindelijk een keer diamond painting doen. Na jaren zeuren, hè? Ga ik het eindelijk doen. Oké, dit moet eraf dan, hè? Ja. Oké. Okay. Ik ga beginnen met A. Go if you ain't with me. Let's make a home. Be all alone. So tell me baby, where would you like to go? Maybe. Drive from coast to coast, only to where we love the most. I'm taking you. Ik kan niet stoppen. Je zit ook echt in werkmodus. Ja, maar het is best wel leuk. Het is lekker dom dingetjes plakken, zeg maar. Kijk hoe ver ik al ben. En kijk hoe mooi het glittert. Maar die van jou het leuk, hè? Ja, tof, hè, lief. Hé, hey, en hoe vaak heb je dat roze al gevuld? Want ik heb dat nu al 3 keer gedaan. Ik ga het nu voor de 4e keer doen. Roze? Dit. Dat gaat bij mij vet snel op. Dan doe je iets niet goed, hoor. Nee, ik denk dat ik het iets te hard aanstamp, waarschijnlijk. Helemaal goed. Dat ik doe echt niet... Zodat hij niet loslaat. Weet je wel, gewoon echt zo. Ja, mama, je hebt het maar 1 keer gewoon zachtjes erop te tikken en dan blijft hij ook vastzitten. Oh. Dat zal mijn frustratie zijn dan. Eet smakelijk, lieverd. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Oh, dit is echt zo cute. Dit is echt Efteling vibes met dat paardje zo in die loopjes. Oh, dat wil ik doen morgen.
Ja, gaan we morgen golfen? Oh ja, leuk. Ik ben echt heel slecht in. Dat kan ik jou vast vertellen. Net zoals bij het spelletje. Yep, ik heb daar geen geduld voor. Dus... Midget golfen. Let's ja. go. Ja, let's go. Midget golfen. Ja. Heb je dat wel eens gedaan, Mila, met het golf? Nee. Nee, Emily, één keer, hè? Welk spelletje? Ja, dan ben ik altijd heel slecht. En ik heb het met een partijtje gedaan. Nou, nu gaan we het in het echt doen. Hebben ze een? Leugens. Je liegt, Mila. Ja, alleen, Mila liegt. Ik zag dat er bij één baan is er ook heel veel water. Als mijn balletje daarin gaat, wie van jullie gaat er dan opduiken? Ja, wat denk je? Ik niet hoor, echt niet. Jawel, jijzelf. Nee. Doei! Moet je zelf graag al een profiel? Hier. Ja, dan sta jij er ook op. Wat, dit is mijn goede kant. Ik wil alleen maar goede kant op beeld. Nee. Lelijk. Nee. Dat kan niet. Nee. Hij is helemaal zwart. Nee. Het kan niet zijn dat dit een mooi beeld is. Kom. It's Friday night. Zit hij juist alleen? Ik moet die groter. Ja? Ja. Nou, jullie deze twee? Nou, zeker. Emily, jij gaat deze dan kapot. De balletjes. Twee voor jou en twee voor jou. En als de bal in het water gaat, kan je niet meer eruit vissen. Kijk, dat was al de volgende vraag die ik had. Ah, oplossing voor het waterprobleem. En dan berekenen wie de winnaar straks is, een scoreboekje. Ja, die hou ik wel bij. Ik denk dat was een vriendin. Ik loop even mee. Plus 3. Ja, papa heeft gewonnen. Yeah. 8-7. Goed gedaan. Gefeliciteerd. Yay. Score van 76 of meer hadden we allemaal. Ik ging eigenlijk voor deze, maar ja, was een beetje hoog gegrepen, denk ik. Dus ja. Of we plezier hebben gehad, dat is nog de enige prijs. Die we hebben. Is dat te doen? Nou, we hadden wel plezier, dat toch? Dat was goed genoeg. Yeah. Het was super veel plezier. We gaan snel weer alles inleven. We gaan snel dit vergeten. Hoe slecht we hierin zijn. De vorige keer dat we er waren, toen was het park net open. En toen was er een heleboel dingen die nog gebouwd werden. En nu was er echt super veel bij. Zo de midgetgolf was vorige keer ook niet. Het was echt super uitgebreid. Het was een heel nieuw gedeelte ook. Ja, waar je ook kon crossen. Ja. Maar daar waren we niet zo heel goed in. Spreek voor jezelf. Heb jij überhaupt gefietst? Ja, maar dat is net niet gefilmd helaas. Wat we trouwens helemaal niet hebben gezegd, is dat we nog de stad in zijn geweest uiteindelijk om die kabel te halen voor je. Ja, en natuurlijk niet bij de Mediamarkt, maar gewoon bij de Action. Ja, en we kwamen een vet grote kledingwinkel tegen. Jij zei, ja, we gaan door die grote winkel, want dan zijn we sneller bij onze auto. Maar het was wel zo, als we meteen hadden doorgelopen. Ik wou net zeggen, we hebben er echt een uur langer over gedaan. Het was niet sneller. Die winkel is echt zo groot. Ik heb nog nooit zo'n grote winkel gezien. Dat heb er nog nooit van gehoord. Nou, hij gaat eindelijk wat doen hoor, op zijn Xbox. Het is al eindelijk gelukt. Het is me gelukt. Voor die
10 minuten dat ik erop heb gespeeld. Helemaal niet gebruikt. Nee, ik zei toch ook dat je helemaal niet mee hoeft te nemen. Ja, maar ja, je weet het niet, hè. Voor hetzelfde geld vergeet iemand zijn tas en is het de hele dag aan het regenen. Dus dan wil je wel wat te doen hebben. Er is toch een zwembad? Er is toch vet veel te doen? Ja, okay. Maar je gaat er niet de hele dag zwemmen? Ik vind het wel lief dat je het kabeltje hebt achtergelaten. Ja. Voor de volgende mee. Die dan dus willen gamen kan. Neem hem vooral mee. Voor het geval dat. Je gaat hem natuurlijk niet gebruiken. Ik ga de kindjes uit het zwembad halen. Hallo! Zijn jullie helemaal alleen? Hallo? Ja. Hallo! Hi. Hebben jullie gewoon echt, nou, kijk nou, gewoon hele zwembad. Zwiedeltijd. Ja, maar waren jullie de hele tijd al met z'n tweeën? Ja, ja. Zo lekker! Dat is echt mijn ultieme vakantieherinnering dit. Zo vanuit het zwembad, lekker nat en druppend, met een handdoekje om. Terug naar, nou ja, wij dan de tent. Zij naar een veel te luxe bosvilla. Waarom zijn jullie zo snel? Hoe kunnen jullie niet bijhouden? Niet dat we nog even springen. Oh. Oh, Bila gaat zichzelf droog springen. Yo! 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 Is het koud? Ja. Wat voor water is dat? Ja, speciaal voor jou ijswater. Ja hoor, ik heb het geslikt. Dan gaan we weer inpakken. Het is alweer tijd. Gaat dat zo snel? Ja. Waarom is een weekend zo kort? Ja, te kort. De volgende keer moeten we een week. Zeiden we dat niet vorige keer ook al? Ja, ik wilde net zeggen, zeiden we toen niet ook? We wilden eigenlijk nog helemaal niet weg. Nee, dat snap ik. We wilden nog suppen, we wilden nog een keer zwemmen. Oh. Het is eigenlijk gewoon te veel te doen. Maar dan moeten we hier nog een keer. Ja, absoluut. Hey. Mijn auto is goed gegaan, die deur is mijn tas! Ja, de tas staat er! Gewoon echt dom. Nou, ook nog eens een keer. Ik doe het wel met je naam. Deze. Ineens, dat was opvouwen. Ah, weer ook nog gedaan. Ja. Ja, dat is leuk. Dan vonden jullie helemaal volwassen zo. Lekker ja, zo. Juistje. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik ga jouw weekend weg. Nou, dan was dat in ieder geval deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hier naar te kijken. Ja, ik kan nu al niet wachten op de reacties. Ik vind dit meer iets voor het familiekanaal. Maar dat kanaal is gewoon dood, ja? Daar hebben we het niet meer over. Niemand weet dat het familiekanaal is. Iedereen gaat dat nu opzoeken. Oh. En het juist nu reageren. Ja, dat is vaak wel hoe het gaat, hè? In ieder geval bedankt Brebronnen voor het mogen verblijven in de bosvilla. Ja, ik hoop dat we nog een keertje mogen terugkomen. Maar je hoort het, dan willen we wel een week. Dus als deze video het nou even goed doet, mag dat? Dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!